Hoe spannend is zo'n bakje? Heel spannend. Ik durf het niet hoor. Ja, dus jij verzint het allemaal en dan... Maar jij staat hier lekker ja. op de grond. Ja, ja ik sta hier gewoon heel rustig af te wachten. Want we gaan vanavond de Parktafelbrug beletteren. Ja. Er komt een gedicht op van Esther Naomi Perquin. En dat gaan wij zetten, mijn collega en ik. We hebben heel veel voorbereidingen gedaan op het atelier. We hebben mallen gemaakt. We hebben allerlei maten uitgezet. Dus het gaat met mallen. We gaan mallen plakken en die gaan we dan invullen met verf. En wat vind je er leuk aan? Nou, ik weet niet. Ik vind dit klusje niet per se heel leuk. Nee, jawel. Nee, het blijft natuurlijk altijd best spannend om zo omhoog te gaan. Had je liever nu in je bed gelegen? Ja, en of een klusje op de grond, weet je wel. Ja. Zou je zeggen, wat is die 80? Maar ik weet niet vanaf waar ik dat gemeten heb. Hoe breed dat ding is. Ja, het is ook allemaal even breed. Ja. Daar pak je de helft van. Ja. En dan breng je dan in mindering. Ja. Ja, we staan hier voor op de Parkhavenbrug. De Parkhavenbrug staat open. En er wordt een gedicht aangebracht aan de onderkant van de brug. Van Esther Naomi Perquin. En we gaan er enkele nachten over doen waarschijnlijk. We willen eigenlijk heel veel bruggen die hier over de Delfshavense Schie gaan. Dus het zijn er 10. Daar willen we poëzie op aanbrengen. Dan hebben we vorig jaar de Matenesserbrug gedaan. En dit jaar dus de Parkhavenbrug. En we hopen al binnenkort misschien de Beukelsbrug en de Jonkersbrug te gaan doen. Daar is het niet aan de onderkant, daar gaan we het op een andere manier doen. Dus uiteindelijk is het doel alle bruggen van poëzie te voorzien. Maar dat doen we al even. En het is natuurlijk heel erg leuk als je staat te wachten voor de brug. Je komt aan, hij gaat open en je wordt verrast door een mooi gedicht.